Een jonge mastodonderkop koos op een dag het ruime sop. Vaarwel papa, vaarwel mamoe. Dit is zoals we Kees Budding kennen, als de schrijver en dichter. Maar bij deze tentoonstelling zien we een hele andere kant van Budding. De beeldend kunstenaar. In de jaren 70 ging hij namelijk aan de slag met sigarenkistjes die hij omtoverde tot kleine kunstwerkjes. Een beetje dromerige kastjes zijn het. Maar ook wel kastjes waar je, die de glimlach opwekken. Dat werd ook veel gedaan. En zeker in combinatie met de toch over het algemeen literaire titel die hij eraan gaf. En zo werd het, en zo zag hij het zelf ook, toch een vorm van poëzie. Toch zag Budding zichzelf zeker niet als kunstenaar. En zijn werk ook niet als kunst. Het was vooral voor hem ook ontspannend om niet avondenlang te zitten peuteren aan een vers, maar gewoon lekker aan zijn werktafel een beetje te zitten lijmen, een beetje zitten verven en schaven. Je kan zeggen dat was dus ook een beetje huisvlijt. Ja, in zekere zin was dat dat ook en dat zei hij ook. Dit vind ik zelf een van de mooie kastjes in al zijn eenvoud, zou je kunnen zeggen. Het heet Echtpaar aan zee. Je ziet ook dat hij hij signeerde dus altijd aan de achterzijde en schreef er ook de titel op. Uit 1974. En ja, wat we zien, dat zijn natuurlijk hele herkenbare vormen. Stoppen uit de meterkast. Gewoner kan het bijna niet. Budding-biograaf Wim Huizer begon 14 jaar geleden met zijn zoektocht naar de kastjes. Inmiddels heeft hij er al 70 boven water. Langzaamaan leerde ik mensen kennen die er een hadden. Soms beschreef hij dat ook in zijn dagboeken, dat hij er eentje had verkocht of cadeau had gedaan. En met die mensen ben ik gaan zoeken. Maar de kans is groot dat de verzameling nog lang niet compleet is. Misschien zijn er nog wel een vijftiental, twintigtal, wie zal het precies zeggen, die ergens nog op een boekenplank of op de schoorsteen staan.